Want ook in Den Haag is er overigens een nieuw initiatief. En de initiatiefnemer staat nu bij Mariet. Ja, Eduard Becker staat naast mij. Welkom. Heeft u een reactie op wat u hier aan tafel tot nu toe gehoord hebt? Ik vind de discussie erg interessant, omdat de krant heeft twee kanten. De zakelijke kant en de journalistieke kant, noem ik het maar. En die journalistieke kant heb ik eigenlijk niet zo gek veel nog gehoord. Wat ik wel heb opgevangen bijvoorbeeld is, we moeten meer naar de lezers toeschrijven of we moeten meer terugkoppeling geven. En ik vraag me af in hoeverre dat nodig is. Ik zie een krant ook een beetje als een soort spannend boek wat je leest. En een detective schrijver of een schrijver van romans gaat ook niet bij zijn lezers te raden hoe die moet schrijven. Ja, maar ja goed, u heeft natuurlijk ook geld nodig om uw krant van de grond te krijgen. Ja. Hoe denkt u dat voor elkaar te krijgen? Nou, in de eerste plaats zeg ik niet dat ik direct degene ben die de krant gaat opzetten. Mm-hmm. Maar ik merk gewoon dat het erg slecht ging met ADHC. Het is ook geen echt Haagse krant meer. En het leek er echt bijna op dat januari al afgelopen zou zijn met de Haagse berichtgeving. Wat staat u tegen in de AD Haagse Courant? Nou, mij persoonlijk niet eens zo gek veel. Maar het is geen Haagse krant meer. Het heeft niet meer de uitstraling die de oude Haagse krant had. Het is een AD. Een AD is geen slechte krant. Maar ik heb er nooit een abonnement op genomen. Omdat gewoon de manier waarop de Haagse krant werkte, toch een typische krant met Haagse uitstraling, mij gewoon meer aansprak. Oké, dank u wel. Ja, instemming hier geloof ik aan tafel.